Met Koopmeiners is AZ in de openingsfase direct gevaarlijk. Hij geeft de bal aan Pavlidis, die voor het eerst in de basis staat. En via de teen van Joe Hart komt die bal op het aluminium. Pech voor AZ. Celtic met de eerste mogelijkheid. En aan de andere kant is het wel raak. Een heerlijke goal van Kyogo Furuhashi, de Japanner. Hij valt de bal binnen achter Hobby Verhulst. Een domper voor AZ. Hobby Verhulst die daarna een aantal prachtige reddingen heeft. Zoals deze bijvoorbeeld op het schot van James Forrest. In de tweede helft krijgt AZ kansen op de gelijkmaker. De grootste is voor Thijs Oosting. De bal wordt teruggelegd door Pavlidis, maar Oosting schiet over. Ja, in Europese wedstrijden moet je dit soort kansen benutten. Want, dan zal je altijd zien, gaat hier een andere kant wel in. James Forrest via het been van Timo Letschert. Een teleurstellende avond voor AZ.